Dit is een videoproductie van de lokale omroep Mil. Ik zou eigenlijk juist nu arm om je heen willen slaan. Zoveel nieuws, zo stil is het op straat. Mijn elleboog was nooit zo beschaafd en er was veel meer aarsmoed. Ik wil mijn moeder met een trilling in de stem. Door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld, stik ik best een beetje eng. En ik denk aan alle zorg om gezondheid en banen. Televisie is nu alles zo beladen. Ik denk aan grootmoeders en vaders, maar gek genoeg brengt het ons samen. 17 miljoen mensen op een hele kleine stukje aarde. Schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Zo zitten er nu duizenden studenten in de lente op een kamer. En ondertussen knijpt de harde weg. Zorg die amper slapen, maar 17 miljoen mensen. Is het best wel even slikken, zit de helft inmiddels thuis, maar 17 miljoen mensen. Neus in dezelfde richting, komen we hieruit met 17 miljoen mensen. Op dat hele kleine stukje aarde. Schrijf je niet de wetten voor, je laat je in. Ik zou eigenlijk juist nu arm om je heen willen slaan. Zoveel nieuws, zo stil is het op straat. Mijn elleboog was nooit zo beschaafd en er is veel meer raars van. Ik wil mijn moeder met een trilling in de stem. Door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng. En ik denk aan alle zorg om gezondheid en banen. Hoi. Televisie is nu alles zo beladen. Ik denk aan grootmoeders en vaders, maar gek genoeg brengt het ons samen. 17 miljoen mensen op een hele kleine stukje aarde. Schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Zo zitten er nu duizenden studenten in de lente op een kamer. En ondertussen knijpt de harde weg. Zorg die amper slapen, maar 17 miljoen mensen. Is het best wel even slikken, zit de helft inmiddels thuis, maar 17 miljoen mensen. De neus in dezelfde richting, komen we hieruit met 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Schrijf je niet de wetten voor, die laat je in een waarde. Hey, In verband met de kunstroute dit jaar, met de corona, is het helaas zonder kunst. Dus de route is er wel. Dus je kunt gewoon 15 kilometer fietsen. Staat allemaal netjes aangegoven met platte gronden op verschillende plaatsen. Dus dat je niet verdwaalt. Er zijn geen folders dit jaar. En we hebben een paar geweldige kunstenaars die echt iets geweldigs gemaakt hebben hier. Op de corona... Eigenlijk had dat nooit mogen gebeuren dat jullie op het idee kwamen om zo'n ding te maken. Want daar hebben we best een hoop ellende mee allemaal hier in de wereld. Het is gewoon... En eigenlijk hebben we hier nou een stukje wereldnieuws. Ik vind dat jongens dat jullie dat echt geweldig gemaakt hebben. Het is gemaakt van... Nou, dan laat ik het eens over aan de technici hier. Dat is staal. Dat is allemaal staal, hè. Puur staal. Puur staal? Ja. Staal 37, dat is pisbakken staal, zeg maar. Maar ja, het is echt een flauwekul als je ziet hoe dat allemaal met kleine stukken aan elkaar gelast is. Ook die toeters erop en alles. Het is eigenlijk was net zoveel werk als dat iemand in het ziekenhuis komt liggen aan de werk moet. Voor dat het klaar is gelijk, hier staat het. Geweldig. En
Wil je daar nog iets aan toevoegen, Charles? Ja, hoe het ontstaan is, het idee. Ja, bijvoorbeeld. Het idee is eigenlijk ontstaan van, ja, DR doen we niks. Ik zeg tegen Jax, waarom doen wij niks? Als we nou eens een corona maken. Zei Jax. Weeks erop had hij al op het werk iets laten tekenen. En ik heb het laten lezen. En toen zien we weeks erop zien we de gang gegaan. En zo is het gekomen. En dan een paar zaterdagen samen een beetje knutselen. Koffie drinken, knutselen, lullen. En dat lijst zal ook wel lukken. Ja, ja, en een biertje erbij. En nou stuk het hier. Ja, mooi. Samen met jullie. Samen met jullie gedaan. Waar kunnen we zonder jullie nou? Ja, eigenlijk zonder Pieter van den Elzen met die vrachtwagen. Toch? Overal hoeft hem maar van te bellen en je staat klaar. Pieter, wil je er ook nog iets aan toevoegen? Want, ik heb er eigenlijk weinig aan toe te voegen. Want hij blijft het nog steeds doen. En zolang als ik het nog keer doe, doe ik het nog. En zolang als ik het nog heb. Dus we zien wel. Ja, ik heb hem nog. Ja, ook degene die dan van de kijkers thuis, die graag een vrachtwagentje hebben. Hij is te koop. Dus bij deze, geef het door. Willen we het hierbij laten of willen we nog iets kwijt? Ik hoop dat de Meldse bevolking er nog veel bij gaat staan en bestaat te kijken. Dan, het is toch een statement naar iedereen toe. En dat iedereen, ja, gaat er wel bij staan en een gevoel, het gevoel dat je erbij hebt. Hè? Bepaald gevoel, iedereen heeft er een bepaald gevoel bij als je erbij staat, denk ik. Ja jongens, geweldig. Bedankt.